op de bank. Een vrolijke meneer uit Vlaanderen. Luc Thewe. Moet ik zeggen? Thewe. Ja, daar gaan we al. De EU van Deur. Ja, dus niet Hans Thewen, maar Hans Thewen zou het dan zijn. Dat is ook een leuke, hè? Ja, daar kun je goed mee lachen. Dankjewel voor je komst naar Vinkeveen. Het was niet zo'n hele lange rit, hè? Nee, klein 2 uurtjes. Want jou was lang. Ja, dat is ook wel zoiets. Ja. Jij woont net over de grens bij Eindhoven? Ja, onder Eindhoven, Lommel. Lommel. Ah, daar ben ik nog mijn radiocarrière begonnen. In Overpelt. Ja. Dat staat in de buurt, hè? Ja. Ja. Luc, jij hebt 2 boeken uitgebracht. Een daarvan die viel mij heel erg op. Want ja, we zijn vaak op zoek in een gesprek over non-dualiteit naar de overeenkomsten met therapie. Of therapie überhaupt onder de noemer non-dualiteit mag vallen. Hmm. Wat vind jij? Kan dat hand in hand gaan? Met non-dualiteit bezig zijn en therapie volgen? Ja, ik kan dat niet scheiden. Dat loopt doorheen mijn werk sowieso. Altijd. En ik vind het gewoon een heel... Het is een heel verhelderend, vaak een verhelderend invalshoek als je het perspectief bij cliënten is helemaal omdraait. Mm-hmm. Want ze komen vaak van psychologen en psychiaters en zo. En dan zijn ze moe gestreden en uiteindelijk komen ze dan bij ons. Maar het is gratis, laagdrempelig, ze kunnen onmiddellijk terecht. En dan krijgen ze in één keer even een ander perspectief. In de zin van dat alles oké is met hun. Dat er niks mis is. Ja. Terwijl het eigenlijk in heel de sector is er wel iets mis. Want je moet geholpen worden. Ja, gefixt. Ja, ja. En jij zegt tegen de mensen op de eerste plaats, er is niks mis met je. Ja, ze komen bij mij en ik zeg, ja, kun je me helpen? Ik zeg, ja, nee, ik kan u niet helpen. Ze zeggen, ik kan mij niet helpen. Ik ben gestuurd van de dokter. Ze zegt dat ik depressief ben. Ik zeg, ik kan u niet helpen, want er is niks mis met jou. En dan zeggen ze, oh, niks mis met mij, dat kan niet, want de dokter zegt dat. Dus iedereen heeft al heen hun leven gezegd trouwens, hè, ja, dat er iets mis met je. Dat begon al vanaf 1,5 jaar natuurlijk, hè, bij de ouders. Wel. Het foei, foei. Ja. Ja. Dus je gaat geloven dat er iets mis is. En ja, als dat dan een autoriteit gaat zeggen, een dokter, een universiteit of een wetenschappelijk... Dan geloven we dat. Ja. Maar dat komt dus omdat we al vanaf kinds af aan gewend zijn dat wij niet compleet zijn. Dat er iets ontbreekt of dat wij anders moeten zijn dan wij zijn. Ja, maar dat is natuurlijk vanaf nu teruggekeken naar de kindertijd. In de kindertijd voelt je dat, of benoemt je dat alvast zo niet, hè? Ja. Dat is iets heel... Ik herinner mij, het vroegste wat ik herinner, dat is dat mijn vader, ik was aan de kleuterklas, eerste kleuterklas denk ik, en we moesten een eend of zoiets inkleuren. Ja. Kleurpotloodjes. Thuis is kleur. Ik zat aan tafel en op een bepaald moment komt mijn vader achter mij staan. Ja. Hij komt over mijn rug en hij kijkt. Liefdevol, genegenheid, vader. Ja. Geïnteresseerd zou je denken, ah, wel, ik vond dat om te rotten. Dat klopte voor mij iets niet. Bemoeide dat is niet heel... Ja, hoe kan die nu geïnteresseerd zijn? Als hem echt geïnteresseerd is, dan zet u erbij, papa. Hier heb je ook een tekening mee, een eentje. En kleur netjes binnen de lijntjes. Dat is wat kinderen willen, ja. Dus er klopt iets niet. Dat is wel in naam van liefde. Maar je voelt dat het ergens niet klopt. Maar nu achteraf, als ik daarop toe denk, kan ik dat plaatsen. Hè? Want Luc is iemand die verbanden zoekt. Hè? Mateloos. Ja. Je maakt een verschil dus tussen jouzelf en Luc. Ja, het is in deze setting of in de hier en nu dialogen die dan in Lommel gaan, spreek ik wel eens van Luc. Ja. Luc, omdat als je gaat bekijken hoe dikwijls we het persoonlijk voornaamwoord gebruiken, hè, ik, jij, gelijk, wat. En dan kunnen we wel zeggen, ik vind dat er hier geen ik is, maar ondertussen is ik weer heel moeilijk. Dat is altijd terug, altijd toch de voeding, terwijl dat je het eigenlijk duidt dat het niet is. Ja. Dus... Het is een beetje, ik vond dat ook een bijzonder gevoel bij Krishnamurti ook. Hè? Dat die sprak vaak over de spreker. Ja. Ik denk van de spreker. Zeg dan toch ik. Maar eigenlijk zit er iets heel ontkrachtend in, denk ik. Je neemt een klein beetje afstand van. Ja. Dus bij cliënten of mensen die bij ons op bezoek komen bij het huis van de mens. Die op zoek zijn omdat ze ergens vastzitten, existentieel of met zingevingsvragen. Praat ik ook van tijd, dus van Luxke hier. He, over Luxke vroeger, Luxke honger, Luxke dit, Luxke dat. Ja. Dat is even schrikken zo van... Ja, maar dan gaat er wel in dat verhaal van het is onpersoonlijk. Het
zoiets. Ja. Doet me denken aan Jan van Delden. Die spreekt ook over Jantje. Ja, ja. Ik vind mijn naam nog iets beter, want Luxke lukt dan. Ja, 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 ja. Jan van Delden heeft het vaak over dat beroemde verhaal, hè? Hoe spreek ik het goed uit? De Odysseus? Ja, ik zeg Odysseus, maar ja? Dat staat op zijn Vlaams zeker, ja? Of zo. Dat spreekt jou ook heel erg aan. Ja, vind ik geweldig. Wat wordt daar precies dan in omschreven? Dat is eigenlijk heel een tocht, dat is de Odysseus in ons, dat is heel de tocht van op een bepaald moment dat je uit die fase van eenheid gaat en dat je op zoek moet gaan achter de liefde met de grote L. Dus ze gaan uiteindelijk Helena terug moeten halen, want die is geschaakt. Ja. Die is tjak, dan moet je ze terug achter. Dus je bent dat kwijt. De zoon van Odysseus, die gaat op een bepaald moment gaat zijn vader terugzoeken. Dat wil zeggen dat er eigenlijk altijd een gevoel is van, dat worden de zoeker, dat is de zoeker in ons, die op ja. zoek gaat terug naar, ja. naar zichzelf. En ja. die moet terug verenigd worden, ja. dus Odysseus de vader. Dus alles hetgeen wat in dat verhaal verteld wordt, als je daar een vraag op zit, waarom zou Homerus nu dit gezegd hebben? Waarom vrijers en waarom dit en waarom... Dan kan het niet anders dat er een soort van inzicht niet in zit. Dat is Advaita avant la lettre, dat is ons westerse Advaita, laat zeggen, dat is onze cultuur, dat is... Ik vind dat mateloos. Ja. Fantastisch boek. Ik kan dat blijven lezen. Ja. En ik vind dat Jan van Delden, en hij zal het waarschijnlijk wel overgenomen of ook ontvangen hebben van zijn leraar, Jan Wolters, denk ik. Jan Wolters. Maar dat is echt, als je dat ontcijfert en je begint te zoeken, dat is... Ja. Ja. En dat pikken veel mensen. Hè. Mensen voelen dat aan. Als je dat brengt, ik kan dat ook brengen met passie, gewoon omdat ik het gewoon op... Ja. Ik ben er zo mee verknocht, echt waar. Hij heeft daar ook een boek over geschreven en hij gebruikt het veel in zijn eerdere talks, de stoelendans. Hè. Ja. Hij gebruikt ook veel voorbeelden, hè. De brandweerauto, dan zegt hij van, nou, dat is kind, dacht je dat daar je geluk in zat. Maar waarom maakt die brandweerauto je dan 10 jaar later niet meer gelukkig? Dus geluk zit niet in het voorwerp, niet in het object. Ja. Nee, ook niet in de vrouw als object. Ja. Nee, want ik heb mijn relatie destijds ook verloren. Als ik zo zot van het ziet, heb ik er 2 kinderen van gekregen. Als ik die nu tegenkom, en die woont ook nog in Lommel, ja, dat voel ik absoluut niet meer, word ik echt niet meer verliefd op. Dezelfde vrouw uiteindelijk ook nog altijd. Dus hoe kan dat? Ja, ja. Oh, en dan zegt Jan, geluk zit dus niet in objecten. Geluk is de afwezigheid van verlangen naar een object, een bepaald iets. Mm-hmm. Vertel ik dat goed? Ja, ja. Het is een beleving van... Ik ben zelf, merk ik, niet zo verknocht aan materie. Als ik materie, objecten, tot bezit krijg... Hè, en op dit moment is dat item wat ik moet uit mijn huis gezet. Dus ik moet een nieuw huis gaan zoeken. Ja. Oké, er is een erfenisje, papa. Dus Luc kan een huis gaan kopen. Ja. Oh, je kunt niet weten, Patrick, hoe moeilijk dat voor mij is. Ik vind dat zo raar, iets in bezit hebben. Terwijl ik heb ook mijn auto en zo. Hè. Ja. Dat wringt iets, vind ik. Hoe kan je nou iets bezit krijgen? Nee. Dan stond dat eerst als niet bezit en dan een bezit. Ja. Je kunt toch niet dualer bezig zijn dan dat, denk ik dan. Dus dat is iets heel raar voor mij. Moeten we dan terug naar 500 jaar geleden, Utopia, dat boek wat geschreven is, waarin persoonlijk bezit aangewezen wordt als zijnde het begin van ieder conflict eigenlijk. En dat... Ja, ja. Nee, want de wereld verandert zoals ze verandert en eigenlijk is het helemaal oké. Dus ik koop ook dingen aan. Maar als het mij ontvreemd wordt, wordt het ontvreemd. César. Ja. Ik bedoel... Ja. Ja. Dan zit Luc echt niet... Nee? Wat zijn Luc zijn pijnpunten dan? Waar zou Luc wel om gaan jammeren als het hem afgepakt werd? Altijd een beetje zoals... hoe noemt hij weer? Die de boek over verslaafd aan liefde. Ja, Jan Geurts. Jan Geurts. De knoppendrukkerij zoals hij dat noemt, hè. In de liefde. Ik heb het, bij wijze van spreken, helemaal door. Het voelt helemaal oké aan. Het heeft mij echt gepakt. Ja. Advaita en het non-duaal, laat maar zeggen. Of hoe dat je het ook moet noemen. Maar in de liefde, hè. In de liefdesrelatie. Dat is het punt waar dat je nog altijd die pijn kunt voelen. Allee, aan deze kant toch. En welke pijn is dat dan? Ik leg het zo bij cliënten ook uit, hè, want het is heel veel gelijkenis. Hè. Ik bedoel, ik zie heel veel van de gesprekken die ik voer, zie ik heel veel aan deze kant natuurlijk ook. Hè. Stel, je wordt verliefd.
Verliefdheid gaat even het gordijn helemaal open. Want iemand neemt jou onvoorwaardelijk. Ga niet verliefd worden op iemand aan de bar waar je naast zit en het voelt goed aan, seksueel en uiterlijk ook zo. En op een bepaald moment zegt dat vrouw tegen jou: Nou Patrick, goh, fantastisch jong, ik voel mij verliefd op jou, maar zou je niks aan je neus kunnen Ja. doen? Een operatie of zo? Misschien dat je nog voor één avond een snelle wip of zoiets, maar voor de rest, nee, onvoorwaardelijk. En dat moet terug een gevoel geven van wat zeg je, een oorspronkelijkheid. Zo van, ik word helemaal terug, er is Ja. geen enkele afwijzing. Ja. En dat blijkt op dat moment, je hebt dat gevoel dat dat van die persoon komt, die daar tegenover jou ligt. Ja. Komt niet van die persoon. Die persoon laat eigenlijk jezelf terugsmaken. Maar we denken altijd dat het met haar, in mijn geval, te maken Ja. heeft. Voelt zo sterk aan, dus bezit. Ja, dat verklaart misschien ook waarom als je verliefd bent, de wereld ineens ook een stuk mooier lijkt, hè? Je wordt een soort van, ja, wat je zegt, open en alles is mooi en alles ruikt 10 keer sterker en lekkerder en je zintuigen staan op volle procent, 100% open. De weerstand valt weg, hè? Ja. De wereld was al mooi, was Ja. zoals dat is. Maar er valt een weerstand weg, er valt een soort moeite doen of verkramping. Kramping, Verkramping ja. dan echt, hè? En daar kruipt hoop energie, hè? Dus Ja. ik zie heel veel cliënten die ook al, die gewoon lichamelijk ook wel al klachten beginnen krijgen, want dat kruipt niet in uw koude kleren. Dat is het spijtige, vind ik. Ja, Dan, als het van eens dat het begint chronisch te worden en zo. de verkramping, De ja. verkramping, hè? Ja, dan wordt het een verhaal waar dat je eigenlijk constant mee geconfronteerd wordt. Hè? Als je rugklachten krijgt of verzuring. Maar het gaat over verzuring eigenlijk ook. Hè? Ja, Ja. en kunnen we daar iets aan doen? Mondiaal, globaal, of is dit iets wat er nou eenmaal bij hoort, dat de mens dit door moet maken? Er zijn ook een aantal Ja, leraren die dat zeggen, ja. hè? Kijk, ik ben ervan overtuigd, het voelt gewoon van, er is geen doener. Dit gesprek is puur respons op respons, hè? Zoals dat de bloem bloeit op de respons van de zon of van de regen. Niets doet dat. Maar je kunt dat wel gaan vertellen. Kijk, de zon doet dat groeien. En dan eigenlijk klopt dat verhaal schijnbaar. Maar dat doet niet. Dus dit is ook maar een respons. Dat is een vraag en een antwoord. En je hebt iets gelezen en er komt een telefoon en Luc respondt. Oh ja, ik kan wel eens komen naar jou. Maar zo is het eigenlijk alles. Elke molecuul. Of de kosmos of wat dan ook dat je noemt. Dus het idee van, moeten we er iets aan doen of Ja, zo, is valt dan ook. compleet uit Ja, elkaar. het is een dans. Ja. Je tweede boek heet ook Dans Jezelf. jezelf. Ja. Kun je daar nog iets meer uitleggen wat je daarmee bedoelt? Dit? Ik herinner mij dat ik het boek, na het eerste boek Dood van een therapeut, op een bepaald moment was er zoiets van, ja, laat mij nu maar gewoon eens eigenlijk iets met die facetten van de dualiteit. Over aandachtigheid, ik weet allemaal niet wat er in het boek nog staat, maar ik heb die hoofdstukken, hè, over onderwijs en over die dingen. Dus ik heb eigenlijk gewoon heel herkenbaar willen schrijven. Voor mensen, zo gevoelsmatige emoties en die dingen, zo de dagdagelijkse. Dus gewoon de herkenbaarheid. En ik denk dat daar een stuk de grote, laat zeggen, degene die de mensen aanspreken in dat nieuw perspectief, dat die gewoon heel dicht aansluiten bij de taal van de mensen. Maar dan moet je wel terug in die dualiteitstaal willen. En niet constant zo, het is maar een verhaal. He, ik ken het zo, het is maar een verhaal. Ja, oké. Wie snapt dat? Iedereen die voldoende boeken heeft geschreven. Die zegt, oh, dat is dan ons clubje van, wij hebben het gezien. Ja. Nee, je moet, daarom vind ik het soms wel. Allee, ik vermoed dat het een meerwaarde is in mijn werk, als ik het zo mag zeggen. Dat ik eigenlijk nog altijd voldoende pruts op zijn lukniveau heb. Ja, jij komt mensen tegemoet. Ja, maar de mensen mij ook, hè. Oké. Soms heb ik echt wel, wie zit hier nu als cliënt Ja, bijvoorbeeld, hè? ja, ja. Zo, hè. Dus therapeut en cliënt vallen weg en het wordt Ja. weer zo'n dans. Ja, het zijn twee vrienden die gewoon bij elkaar zitten laagdrempelig en we moeten nergens bereiken, want het is oké. Ja, dus jij stelt je niet boven je cliënt als therapeut zijnde. Van, kom maar zitten, ik ga jou eens vertellen hoe het zit. Ja, nee, er is, Nee. die behoefte is gewoon weggevallen. Ja, ik ben nooit zelfstandige geweest, hè. Dus dan is het die cliënten die bepalen of dat je de volgende maand je eten hebt of niet. En dat is een Dus, gigantisch verschil ja. tussen nu, waar dat het gewoon
je hebt op het einde van de maand heb je uw wedden en je kunt daar aanwezig zijn. Het is niet zo van of dat die persoon nu terugkomt of niet. Ik zeg hun ook vaak van het zal mij een worst wezen of dat je de volgende keer terugkomt of niet. En dan vertel ik het verhaal. Ik zeg, vroeger was dat niet. Want vroeger was Luc bezig als therapeut van, oh ja, en meegaan met de cliënt. En oh ja, maar sorry, van ja, zo bedoelde ik het niet. Die comedie is gedaan. Ja. Moet die comedie niet meer stellen. Ze komen of ze komen niet. Nu maakt het mij niks meer uit. Hè. Ja. Dus dat is een fantastisch gegeven. In die Advaita, als leraar, als je daar je job van maakt, als je daar je inkomen van maakt, dan is het volgens mij onmogelijk om dat gewoon... Ja. Dan zit er iets tegenover, hè? Ja, er zijn leraren die zeggen, deze boodschap mag eigenlijk alleen maar vrijgegeven worden. En niet, er moet niet iets tegenover staan. Nee, volgens mij, voor mij voelt het ook zo aan. En ik heb het verschil gevoeld, hè, als zelfstandige. En ja. Dat is hetzelfde bij een arts of zo, hè. Stel dat die een soort gouden truc hebben gevonden waarbij dat ze inderdaad de mensen van ziekte kunnen genezen. Dan zijn die totaal werkloos, hè. Die moeten gaan doppen, hè. Ze werken te goed. Ja. Nu zijn er mensen zoals Paul Smit die zeggen, therapie, dat is als pijnstillers innemen terwijl je op je eigen voet staat. Mm-hmm. Ben je dat met hem eens? Jouw boek heet Dood van de Therapeut. Ja, er is iets. Ik voel dat er wel de respons is van... Dat je dus beter niet meer op je eigen voet kan gaan staan dan maar pijnstillers innemen. En je blijft toch op je eigen voet staan. Je zit jezelf... Je maakt jezelf ziek. Door therapeutisch te blijven werken? Ja, ik heb ook jarenlang therapie gevolgd. En ik had mijn ego kon natuurlijk makkelijk de goede antwoorden geven. En om de moeilijke onderwerpen heen laveren. En dat ik kon tot in den treuren door blijven praten. Ja, ja. Maar dat heb je blijkbaar dan wel... Het heeft altijd zijn nut. Omdat er gewoon niks mis kan gaan. Je kunt niet zeggen van, dat is de juiste kosmos, dat is het juiste zijn, en daar zit even het foute zijn. En we moeten allemaal in dat juiste zijn. Dus er is gewoon niks mis. Geen fouten. Geen fouten, is totale onschuld. Dus blijkbaar loopt dat op jou weg. Ja. En dus het oordelen of zo, dat, no way. Het is voorbij, in ons christelijk verhaal, voorbij het laatste oordeel. Daar, voorbij het laatste oordeel. Dan is er gewoon maar een dans, hè. Dan dans je, dat is niet van de goede dans, de slechte, dan danst je. Totdat de muziek stopt en dan, hé, hey, leuk, mooi. Ja, prachtig gezegd. En is het dan perfectie, of is dat zelfs te veel gezegd? Misschien perfect. Er is ook niks dat niet perfect kan zijn. Maar als jij straks, als jij op mijn gezicht slaat bijvoorbeeld, of je straalt meteen, ja, dan gebeurt dat. Maar kun je dat benoemen als niet perfect? Jawel, op dat moment blijkbaar is op zich altijd juist. Ja. Ja. Dus hetgeen, en dat is nog wel misschien stootaangevend, maar hetgeen dat Hitler deed, wordt niet goedgekeurd maatschappelijk voor het overleven van de soort. Mm-hmm. No way, wat dat hij doet, dat is bedreigend. Dat is gewoon biologisch bedreigend, als je dat ziet bij uw medemens en gelijk. Maar op zich is dat perfect wat daar gebeurt. Hè. Je kunt niet zeggen dat dat fout is, vanuit Advaita gezien. Hè. Ja. Nu, als je dit naar ego's zegt... Ja, nee, die draaien je de nek dan om. Is, ja. Dus dit is een verhaal waar je niet met iedereen over kunt en mag spreken, misschien zelfs. Je zou dat zo kunnen zeggen, maar blijkbaar gebeurt dat ook. Ja. En krijg ik daar respons op, ja, die ik niet kan voorzien. En dan doe ik daar weer een respons op en dan zie je dus weer een dans gebeuren. Met de nodige lichamelijke gewaarwordingen. Hè? Ja. Je kan ik ook wel voelen, oh, Luc is even weer... Want iets dichter bij huis, nu Syrië, hè? Mensen die een president die zijn eigen bevolking plat bombardeert, dat is dus ook de dans. Ja. En daar kunnen we, daar is wat, daar kunnen we met mannenmacht niks aan doen als dat zich zo wil afspelen. Als er dan morgen een klein kometje binnenkomt, hè, is een helft van de wereldbevolking weg. Ja. Lijkbaar. Maar daar zijn we dan niet zo boos op, want in die komeet, ja, daar zit niet dat iemand zit in. Nee. Ja. Dus dan gaan we direct in de actie. Ja, ja. Dan wordt de aarde terug opgebouwd en gelijk. Waar. Dan wordt er niet gezegd van, ja, waarom doet die? We gaan ervoor zorgen dat er geen komeet meer. We gaan die eens goed te les pellen. Ja. Nee, maar bij zo'n ding is, wordt die persoon. En dan zijn we maar bezig over die persoon te doen. En beide schaven, terwijl gewoon, was af, herstellen uw dingen.
Wat dat we uiteindelijk ook wel doen. Hè. Ja. Als je ziet met die Irma, met ja, die dingen. Mensen beginnen gewoon te opnieuw. Doen wat dat ze moeten doen. Ja. Opruimen, verdorie. Ja. Net als een aardbeving nu in Mexico en zo. Daar wordt ook niet gezegd, potverdomme, dat is de schuld van die en die. Nee. Nee. Dus nee. Er is geen schuldige. Oh nee, nee. Maar als jij op je anderhalf jaar, laat zeggen, als kind vandaag een soort zelfbewustzijn begint te krijgen. Mm-hmm. En om een of andere reden heb jij inwendige aardbeving omdat je papje niet goed binnenkomt. Ja. En je duwt je pap van de tafel op de grond. Op het tapijt dat mama heeft gekocht ja. en gelijk. Ja. Dus bijschaven, dus krijg je het gevoel ja. van oei. Ja. En dan begint de oei wereld. Ja. Oei, oeps. Ja. Misschien oeps. We zeggen toch ook niet oeps, een komeet binnen of oeps daar. Het is gewoon directe actie. Ja. Joni Kering zegt, dan begint de valse beschuldiging. Dan, ja. dan kom je onder voorwaarden te staan. Ja. En dat is, ja. dat is wel pittig, hè? Mm-hmm. Dat je als kind denkt, ik word alleen van me gehouden als ik gewenst gedrag vertoon. Mm-hmm. Ja. Ik vind het thema schuld een... Blijkbaar is dat wel iets... wat dat blijkbaar heel veel in mijn werk of in mijn lezingen of zo, wat ik terug uitwerk, schuld. Ja. En in het tweede boek leg ik dat uit met die smile en dat manneke, die twee icoontjes, hè, mm-hmm. hoe noem je het. En we willen altijd terug naar het smiley gaan. Maar als jij morgen uw microfoon niet vindt of je krijgt uw camera niet aan, is het even op verdekken, sorry, hè. Daarnet was het even, oei, ik ben het boek vergeten beneden. Dat is even, ja. tjak. Maar dat krijg je opgelost. Ofwel gaat het boek halen, ofwel zegt je, weet je wat, we doen het zonder het boek. Ja. En het is in orde. Dus daar zit een soort schuld in de materiële wereld. Dat krijg je wel opgelost. Ja. Dat krijg je wel terug goed. Omdat er inderdaad ook iets is dat in de materiële wereld wegvalt. En in de materiële wereld kunnen dat terugmaken. Mm-hmm. Maar je krijgt ook op persoonlijk vlak een schuld. Dat zeggen van, ja. tjak. En die schuld... kunt je niet aflossen. Waarom niet? Niet omdat er geen schuld is, omdat er gewoon nooit geen schuld is. Ah. Stel voor dat ik straks tegen jou zeg, Madrik, ik moet van jou nog 2000 euro. 2000 euro? Ja, waarvan dan? Ja. Ja. Dus psycholoog kun je die nooit inlossen, nee. want je hebt die nooit gehad. Nee. Dus in dat ego-verhaal, vanaf die anderhalf jaar, krijg je een soort schuld. En wij proberen die af te lossen, die schuld, zoals dat we dat met de materie doen. Ja. Maar daar gaat... Dus wij proberen dan die schuld af te lossen. En dat, daarom hebben we ook een materiële wereld. Waarin dat we een auto kunnen kopen. En dan krijgen we dat gevoel van minderwaardigheid. Ja. Want dat is dan de schuld. Ja. Minderwaardigheid. Oh ja, auto. En dan krijgen we er even lust. Ja. Dus wij proberen dat constant in die materiële wereld mm-hmm. in te lossen. Maar dat helpt niet daarom dat dat natuurlijk een verslaving is van je welste. Toch hebben ze daar een Indiaan begrip voor. Karma. Mm-hmm. Persoonlijk ja. karma. Ja. Ik heb karma in te lossen. Ja. Zo krijg ik ook andersom wel eens, als er iets goeds gebeurt, zegt iemand tegen mij, dat is goed karma, dat komt omdat je altijd zo vriendelijk bent tegen iedereen. Daarom komt dit nu op je pad. Mm-hmm. Ook een bullshit verhaal. Is dat dan zoiets van eigen schuldige bult of zo? Ja, maar dus twee kanten op, hè. Goed karma, slecht karma. Ah, ja. Je hebt een soort, je staat in de min of in de plus bij het universum? Schuld. Schuld, ja. Okay. Schuld ja. of winst? Ja, en als je winst hebt, dan ga je goede dingen dan moet gebeuren. Je goed opletten dat je ja. van de winst niet naar... Nou, de schuld gaat, ja. Ja, ja, ja. 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 Dat is ook in opvoeding is dat ook zo'n een veel gebeuren. Iets zo van, wauw, dat heb je flink gedaan. Een 8 op 10. Ja. Dan weet je knikkers als kind van dat een 7 op 10 niet dezelfde appreciatie krijgt. Ja. Dus je krijgt een giftig geschenk altijd. Ja. De dingen zijn zoals ze zijn. Ze zijn niet goed, ze zijn niet slecht. Het is ja. zoals dat is. Maar ons hele systeem is gebaseerd op belonen en op waarderen. En ja, plusjes ja, ja. op Facebook, duimpjes ja. omhoog. Ja. Ja, en toch tegelijkertijd is dat, duwt dat zo diep in ons wezen, laat zeggen, in de pijn, dat het langs de andere kant ook zaken doorprikt, laat zeggen. Hè? Zodat je eerst door dat dal moet mm-hmm. om uiteindelijk de handen gelijk. Zo. Dus ik ben dus eigenlijk al diegene waar ik vroeger zo kwaad op was. Die ik echt dacht dat die mijn geluk in de weg stonden, ja. weet ik nu dat ik die eigenlijk allemaal nodig heb gehad. Het waren leraren of? Nee. Mensen die Luc op dat niveau, van dat hem zijn job niet goed deed of zo. Ja. De typische dingen die waar dat cliënten ook voor in de put mm-hmm. komen zitten. Van ja, oh, nu in de ene keer doe ik mijn job niet goed. Hè.
hoofd van de firma veranderd en in één keer zo dat allemaal. Ja. En dat zit helemaal in dat Odysseus verhaal ook. Hè. Dus Odysseus gaat met zijn mannen erop, dat zijn zijn egels, zijn ikjes en sowieso, en heeft niet door dat hem eigenlijk geholpen wordt door al die goden die eigenlijk zijn bemanningen afpakken. Dus ik had dat ook niet door. Ik dacht van, ze zijn al tegen mij. Uiteindelijk merk je, als je eens thuis bent en je kunt dat stabiliseren, van, tuurlijk dat dus. En dan is je relatiebreuk en al gelijk, wat, dan zit het allemaal van, oké. Daardoor is het schip lichter geworden. Ja. En de vrijers in de Odysseus, wat hebben die voor een betekenis dan? In het tweede stuk, ja. Ja, dat zijn die verhalen in het diep ingeslepen verhalen, hè, die in uw hoofd zitten. Hè. Gegroefd. Gegroefd. Die blijven, die moeten er ook. Daar heb je heel goede aandacht voor nodig. Hè. Ja. In de wereld zie je dat wel. De eerste tocht van Odysseus ziet je het overal gebeuren, de ego's en gelijk. Maar heel goed. Inleiding of voorbereidingen, ja. Maar dan komt het thuis, dan moet je leren thuis blijven. Dus ik kwam van de Pyreneeën terug hier. Ja. Ik ben 4 jaar in de Pyreneeën geweest, met de kinderen. Oké, Krishnamurti, een beetje beginnen. Zo. Al de vingertjes vielen weg. Want we zaten nog 50 minuten van de weg. Dus geen enkele boom dat ik eraf kapte, gelijk waar, zei, hey Luc, zou je gaan doen? Dus die verkramping, dat ontkrampte, zie je, op een bepaald moment zijn ze gewoon bezig. Maar je schaamde je niet meer. Je bent niet meer bezig van, oei, moet ik dit zo? Luc bouwde zoals het hij wou bouwen. En dat was heel verantwoordelijk bezig. Dat was een heel grote alertheid. Terug in België. Dan is het, gelukkig in het Odysseus verhaal, dat je dus eigenlijk dan terug, dat ze bij zijn vader komt, dat die nazaten terugkomen. En dan begint de vooraleer dat je weet, gaat het terug in het harnas, gaat het terug. Ja. Ja. Dus dat switchen, dat is een stevige periode geweest. Ja. En nog altijd vraagt dat, gek genoeg, de nodige alertheid. Ja. Of voel ik, hier ben ik weer, hier. Het is dus niet zo van, je kunt op je troon zitten, mannetjes, ik heb het door, bij mij is niks aan de hand, oh, dan moet er maar één ergens terug, zwaar op het ego, en die triggert toch terug die, ja, dat litteken of zo moeten zeggen, en dan komt die herinnering fysiek toch te boven. En de rol van Penelope in het verhaal van Odysseus? De kennende kant, of dat is het doorhebben, op een bepaald moment het bereiken dat je begint te zien dat eigenlijk allemaal gezien wordt, dat je aan die kennende kant staat, waarin dat het gekende, het was een heel belangrijke fase, hè. Nog niet de eindfase, want hij blijft niet bij Penelope. Hij moet dan nog verder door en zijn vrouwke blijft eigenlijk nog wat achter. Dus dan is hij nog niet helemaal. Hij moet toch nog weer terug. Het is heel, heel boeiend, dat verhaal. Zo van, dat switchen. Ja. En is zelfrealisatie nou een eindpunt of een startpunt? Komt hier een einde aan? Ja, dat zit natuurlijk in tijd te denken, hè. Ja. Komt er een tijd aan en gelijk. Dat ik helemaal klaar dat ben. Dat is helemaal niet... Het is gewoon heel leuk om lekker over tijd en dit te hebben, hè. Want dit is gewoon maar een dansje ook, hè. De vraag zelf interesseert mij precies niet zoveel zo. Allee, ik merk niet dat er iets... wilt op reageren. Maar dat doen dus sommige leraren die jou aan het lijntje willen houden en willen dat je nog jarenlang naar hun satsang komt. Ja. Jij bent toch nog niet gerealiseerd of zelf gerealiseerd of je hebt nog niet de verlichting bereikt. Dus de ultieme, het is de worst die mensen maar voorgehouden wordt. Ja. Ja. Is dat gevaarlijk? Of? Ja, dat is... Maar zo zit het ook in elkaar, hè. En dat zal zijn eigen wel uitzuiveren, denk ik dan wel. Zeker weten. Maar je hebt er genoeg die daarin springen. Kijk, het is voor een ego is het een ultieme verslaving om zich met non-dualiteit bezig te houden. Als je nu kijkt al de uitspraken die je hier al gehoord hebt, hè, uiteindelijk weet je, dat komt gewoon uit een paar boeken. Want eigenlijk gaat het altijd over, het is maar een verhaaltje, het is maar dit en dit. Dat. Dus allemaal verschillende mensen hier. Het is niemand die hetzelfde eruit ziet. Allemaal unieke mensen. Ja. Maar in de uitspraken voelt je dat er eigenlijk wel een deel literatuur hetzelfde gesmaakt is. Hè? Dus daar kan je heel veel mensen mee platslagen. Hè? Ja.
Met het Advaita dogma. Ja, ja, zoiets van, wow. Het is zo gemakkelijk om jezelf als een soort van, oh, hier sta ik. Hè. Ja. En dat apprecieer ik, als ik het zo mag zeggen, of daar heb ik voeling mee, bijvoorbeeld Hans Laurentius, dat is geen zever, kom. Van het moment, als ze mij op een ding zetten, pak ik het onmiddellijk terug af. Ja. Hij zegt ook, ga niet de postbode vereren voor de liefdesbrief die hij kon brengen. Ja. Ja, het gaat om de liefdesbrief, niet om de postbode. Mm-hmm. Jij noemt het ook geen satsang, hè? Je noemt het hier en nu dialoog. Ja. Heb je het dan wel over Advaita of non-dualiteit of laat je die woorden zelfs weg? Die komen erin, maar ik zal het toch allemaal lekker op zijn Vlaams brengen. Dit zijn onze roots ook, hè? Ik bedoel, mensen voelen zich daar... Anders moet ik het nog eens gaan uitleggen. En gelukkig... Als je bij mijn woorden begint, gelijk karmen en zo, dan krijg ik dat moeilijk. Want ja, oké, dan moet ik bijna zeggen, ja, leg het eens eerst uit wat dat is. Ja. En dan kan ik zeggen, het klopt of klopt niet. Een rugzakje met schuld of een rugzakje met verdiensten. Ja. Ja, maar als je dat zo gaat brengen in het publiek, snapt iedereen dat direct. Ja. Kind snapt dat, rugzak, of je gaat met een rugzak nog eens spelen, zo zou ik dat ook noemen. Ja. Dan, en daar zitten dan de x's in. Dus al dat visuele, wat dat mensen direct zien... Is heel tastbaar van waar dat je het eigenlijk over hebt. Ja. Want het valt voor de rest, hoe valt dat uit te leggen? Je moet dan woorden gebruiken, hè? En je moet dan zelfstandige naamwoorden gebruiken. Hè? Dan moet je het boekje eens lezen van Aad Breed. Kent je Aad Breed? Nee. De tralies van de taal. Ah. Hoe tralies van de taal. Ja. Ik raak er met taal niet uit. Taal is per definitie dualistisch. Dualistisch, ja. Ja. Dus je probeert met dualistische dingen non-dualiteit te doen. Zeer lastig, ja. Wat heb je van Jiddu Krishnamurti geleerd? Wat is het meeste van hem bijgebleven? Daarvoor is het begonnen met zijn en de kunst van boogschieten, denk ik. En, van wie was dat alweer? Dat weet ik niet. Nee, ik ook niet. Dat weet ik niet. Hoe dan ook, dat ander koppel dat mee was naar de Pyreneeën, die had dat boekje... En hij had wat boeken van Krishnamurti. In de winter, ondergesneeuwd, regen. Dus wat kunnen doen? Je kunt niet bouwen. Dus lezen, wat gitaar spelen. Al die dingen. En dan, als ik dan Krishnamurti begon te lezen, dan dacht ik zoiets van... Wow, er zit nog zo'n nozelaar. Want ik voelde mij ontzettend alleen. Hè? Ik voelde mij niet begrepen. Ik voelde... Allee, als ik het nu benoem... De onschuld werd voortdurend belaagd met... Schuld, er werd voortdurend in het onderwijs, bij ouders, bij leerlingen. En altijd maar proberen dan de goedkeuring terug te krijgen. Ja. Eindeloos, dat lukt dat. Eindeloos. Ik gaf al mijn knikkers weg. Ja. Om maar bij het groepje te horen. Ja, ja, dus dat was al puur van met materie proberen te pleasen. Dat stuk, hè. Maar bij Krishnamurti was het zoiets van... Ja. Oké, wauw. Ja. En nog altijd, hè. Heerlijk. Ik zie trouwens een beweging in de Advaita-kringen die terug Krishnamurti meer aanhalen. Hè? Natuurlijk een vervelend iets, want hij wil absoluut geen guru. Nee. Hij gaat er tegenin. En in Advaita wordt het vaak nog wel eens guru-leerling gespeeld. Ja. Hè? Dus hij lag, ik merkte, als ik in het begin over had, hij lag niet zo goed in de markt. Maar voor mij is dat wauw. Ja. Altijd. Dat is gewoon. In Vlaanderen is er niet zoveel animo voor dit onderwerp dan in Nederland. Hè? Hoe verklaar je dat? Of zit het meer onderhuids? Tja, je merkt natuurlijk aan het aantal mensen die erover schrijven of zo, ziet er een gigantisch verschil tussen bijvoorbeeld Nederland en België. Nederland dat... Ontploft. Ja. Jullie hadden ook uw Oost-Indische compagnie, hè? Wij niet. Wij zijn naar Afrika getrokken, hè, voor te komen. Ja. Dus ik denk dat die interesse eigenlijk sowieso al dieper in het Nederlandse verleden zit dan wij. Voor de Oosterse. Ja, zoals ik er straks zei, wij zijn altijd overboekerd door veroveraars. België, die streek, was een ramp. Daar werden oorlogen uit. Als Napoleon was, dan was het Karel de Groot. En als dat niet was... Dus een beetje teruggetrokken, gelijk wat. Er zijn er veel mensen wel mee bezig, maar er zijn er weinigen die daar zich willen... Mee profileren, denk ik. We hebben Peter de Graaf nu, die behoorlijk de theatermaker die er ook gezeten heeft, die er toch op zijn manier naar verwijst. Ja. Kun je daarvan genieten? Ja. Peter de Graaf is het beste wat ik de laatste tijd heb tegengekomen. Dus ik laat het filmpje van Just Talking, ik laat het aan cliënten gewoon heel vaak zien, gewoon, om het eens gewoon te laten... En hij
brengt het ook heel bevat of herkenbaar, ja, toch wel eens speels. Ja. Ja. Ja, ik ben hem een keer gaan interviewen in Antwerpen voor het magazine van voor mijn job van het Huis van de Mens. En dat was gevoelde direct zoiets van, ja, je ziet iemand die authentiek is. Ja. Voor mij was dat gevoel toen van alle schaamte voorbij. Dat was een nest, die is een kamer. Die was niet bezig van, ik ga het hier opruimen, want er komt een interview. Of zo, ja, iemand van de knak of gelijk wat. Kom maar binnen. Dit is het gewoon. Plaats. Ja. En ja, een heel fijn gesprek, ook onder twee vrienden. Ja. Al de voorbereiden die je dan maakt. Nee. Ja, heel krachtige persoon. Als je in Vlaanderen iemand zou zeggen, duid er maar iemand aan die het is, dan is het direct Peter. Ja. En dan hebben we nog een man die heet Stan Griens. Die haalt veel leraren uit het buitenland, ook naar Mazeik. Hè? Ja. Daar heb je ook wel eens contact mee, geloof ik. Ja, 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 ja. En die heeft jou een paar draaien om de oren gegeven. Ja, toen dat ik terug van de Pyreneeën kwam, was ik op zoek naar, ja, wie is daar nog mee bezig? In Vlaanderen. In Vlaanderen, moeilijke zoektocht, hè, met Krishnamurti en met Advaita. Ja. Toen kwam dat naar boven. En dan kwam ik bij Jan Kerschot terecht. Mm-hmm. Onder de middag afgesproken. En op die moment belt Stan. Dus Jan pakt de telefoon op. Hé, hey Jan, ja. Oh, Stan, ik denk dat ik hier iemand heb voor jou. Pak die telefoon aan mij. Ik pak die telefoon. En was Stan aan de lijn. Mee afgesproken. En er naartoe gegaan. Ja, en dan was het kletsen. Hè. Die kon. Ik iemand die wil er niks mee bereiken. Die moet er geen inkomen van hebben. Ja. Die kan recht voor de raap zijn. Ja. Ik vind ook een krachtige. Hij zal ook wel met zijn hij zit ook met frustraties of I don't know wat allemaal is, maar een bijzoeke voor mij. Voor mij was dat iemand die echt wel. Zo op een bepaald moment mailde ik naar hem. Ja, maar, hè, de ja maartjes komen. Ja, maar, Stan, tjak. En ik kreeg alleen maar terug, komma, zij het lukje. Dat was het enige. zo van, oh, tergend, het bloed onder de, ja, egelnagels. Zo. Ja, ja. Maar op een bepaald moment. Dan worden zo muur daarvan. En dan begint er toch iets te dagen. En dan is het zaadje geplant. Hè? Dus, ja. Ja, ik ben blij dat ik die op mijn weg genomen heb. Ja. Ga je nu nog wel eens naar bijeenkomsten van anderen toe? Of lees je boeken van anderen? Als ze er zijn, wel. Ik vind het heerlijk om gewoon aanwezig te zijn. En is iemand anders. Ja. Zien thuis van de mensen nodig. Af en toe wel eens mensen uit. Ja, die wie bijvoorbeeld? Hans is een keer geweest. Laurentius? Ja, Jan Kerschot. Hm. Maar daar zal het dan ook wel bij blijven, omdat dat binnen het jobgebeuren wat er verwacht wordt van ons, ja, past dat niet. Nee. Dus ik schipper mij aan. En vroeger zou ik mij daar kwaad in gemaakt hebben, ja, maar nu weet ik van, ja, dat is hun weg, ja, dat is nog hun ja, rugzak. En wie ben ik om die rugzak te gaan veroordelen, ja, of proberen te veranderen of zo? Ja. Ik heb al werk genoeg met mijn eigen rugzak. Ja. Je vriendin is helemaal into Jeff Foster. Ja, ja, ja. Dus dat is ook eigenlijk heel mooi. Hè. Zij krijgt dan interesses in anderen. Zij begint erover te vertellen. En ik krijg dan ook vaak nieuwe. Ah ja, oké, okay, zo had ik het nog niet bezien. Ja. Dus dat is ook weer het langs die kant ook weer een hele mooie bevruchting. Maar ik hou eerder blijkbaar van het. Ik heb waarschijnlijk die kletsen op een fatsoenlijke manier nodig. Ik heb een ei over met een bol. En Jeff Foster en Byron Katie bijvoorbeeld. Dat is ook iemand van die ze ook wel heel prettig vindt. En dat, of een of andere reden doet dat mij minder. Ja. Maar voor hetzelfde geld wordt het onbewust wel meegepikt of zo. Hè? Ja. Maar ik heb liever het slaan en slagwerk. Dat had jij blijkbaar nodig, ja. Ja, 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 kijk, als je voelt van dat er iets van afvalt, als iemand effectief jou bij de haren pakt en op een of andere, het is maar een metafoor, iets uit, ja, jouw rugzak pakt, of dat je het nu wilt of niet, je voelt dat in je loop, mm-hmm, voelt je van. Lichter. Dus de volgende keer als die persoon zegt, ik kan er nog eens uit pakken, dan is er wel iets van, ja, je vindt het vervelend, maar doe maar. Ja. Want de vorige keer deed het wel. Als een tandarts die je van een rotte kies afvalt. Voilà, ik, ja, ik was juist aan het alles aan denken. Als die echt helpt, je weet dat je door de pijn, ja, moet, ja, maar dan zeg je, ik ga wel bij de die. Ja. En zo is dat, denk ik. Dat is precies bij mij. In het begin was ik bang voor de tandarts. Ieder kind is bang voor de tandarts.
Maar toen hij me een paar keer echt flink van een zere kies afgeholpen had, ging ik er fluitend naartoe. Ja, toen dacht ik van, nou, dat is de man. Ja. Die doet tenminste iets wat helpt. Maar dan is mijn logische vraag misschien, zijn de meeste therapeuten dan te lief voor hun cliënten? Gaan ze veel te veel mee in het drama, in het verhaal? En helpen ze daar dus niet mee? Ja. Ik denk, het overgrote deel van de therapeuten zit helemaal nog met een behoefte, met een onopgeloste eigen ding, denk ik wel. Ik vind het een zegen, het is mij overkomen, maar ik vind het een zegen dat ik de Advaita, of dat perspectief, heb kunnen drinken op een of andere reden. Mm-hmm. Om daar nu, ik merk dat het een heel... Effectief. Ja, effectief. Het raakt meer. Het andere raakt mensen ook, maar dan blijf je nog altijd op het emotionele raken. En dank u wel. En de ego's gewoon met een grote rugzak buiten. Ja. Dus het is pas als je weet dat je effectief niks meer nodig hebt daar, dat je gewoon echt kunt zijn, dat je zelf niet moet bezig zijn van, ik ga daar proberen een goed gevoel. Zij happy buiten, de therapeut ook happy. Nu zal dat maakt mij niks uit. Of dat ze nu mij fijn vinden of niet fijn vinden, maar ze voelen wel dat er iets oorspronkelijks aanwezig van energie. Want het woord doet het niet. Hè? Als jij dit bijvoorbeeld nu een fijn gesprek vindt, is dat niet omdat hetgeen dat er hier uit je mond geluld is, maar dan gaat het meer over hoe dat het energetisch voelt. Ja. En die woorden, dat is het kleedje. Die woorden kunnen ongelooflijk veel verdraaien en zo. Kijk maar naar Hitler of zo. Ik bedoel, dus diegenen die het goed kunnen uitleggen, en therapeuten hebben nu school gedaan, scholing en zo. Ja. Dus veel therapeuten zitten zichzelf te helen, toch op de eerste plaats? Ik denk dat wel. Waarom? Ja, omdat ik het zelf onder lijf en ondervonden heb, hoe dat ik bezig was. Hè. Maar het is toch oneerlijk eigenlijk, want ik ben de cliënt en ik betaal ervoor. Ja, daarom vind ik het ook een heel eerlijke setting waar ik in zit, dat de cliënten bij ons niet betalen. Hè. Ja. Dat is een overheids... We worden van de overheid betaald. Ja. Dus die cliënt komt binnen en een gesprek kan 2 uur duren, 3 uur, het maakt niet uit. Ja. Omdat je op zoek gaat samen over de dingen van het leven. Ik vertel over mijn ego's. En er is een herkenbaarheid. Op een bepaald moment is er gewoon herkenbaarheid, zoiets. En dan zitten daar als 2 mensen die eigenlijk over het leven aan het praten zijn. Hè? Ja, heel gelijkmatig. Ja. Geen verbanden meer, relatie, therapeut, cliënt. Ja. Ja. En daarom past het ook heel goed, gek genoeg, binnen de vrijzinnigheid. Vrijzinnig, ik ben vrijzinnig consulent, vrijzinnig humanistisch consulent. Hier redden de raadslieden, denk ik, in Nederland, zo wordt dat genoemd. Maar bij ons is dat georganiseerd met huizen die betaald worden vanuit belastingsgeld. Mm-hmm. En zo. Maar het is gewoon heel vrijzinnig, omdat het laagdrempelig is. Je doet een onderzoek naar de dingen van het leven. En ik doe dan een radicaal onderzoek. Het gaat echt over die verdroming van het verhaal. Ja. Elk schema terug inbeuken op dat nepverhaal. Is Sinterklaas bestaan niet. En dan bevragen, check eens, klopt dat? En als ik dan jouw naam verander, en als ik dit, en als ik dat. Dat is heel leuk om te doen. Hoor. Ja? Zo ontmantel jij eigenlijk ieder verhaal. Ja. Je bent een ontmantelaar. Ja. En ik word betaald om mezelf te zijn. Ik vind het dat is toch fantastisch. Dat is ook zeker het waard, ja. Je staat ook, je boek Dans Jezelf gaat over de illusie van je ik en de herontdekking van jezelf. En jezelf staat tussen aanhalingstekens. Is dat omdat talen toch eigenlijk gewoon maar een beetje naar kan verwijzen, maar dat het nooit echt helemaal klopt? Want bij jezelf denk je weer aan een centrum hier. Ja. Dus het heeft te maken ook, of ik zie dat het schrijven van bijvoorbeeld een derde boek valt mij altijd heel moeilijk. Ben je er wel mee bezig? Ja, ik haal wel gedachten die opkomen, spreek ik uit in een dictafoontje en daarna kan ik dat nog eens horen. En zo. Allemaal voor het geval dat. Maar ik zit veel liever gewoon direct hier een taal uit te kramen samen dan een boek over te schrijven. Dus het staat er allemaal in. Ik heb het nog eens gelezen en wat moet ik nog meer zeggen? Ja, daarom is het ook niet zo'n dik boek. Je hebt het binnen een week geschreven. Twee weken, drie weken maximum. Ja. Maar het ging heel vlot, ik zal het zo zeggen. Je hebt het over brongeluk. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, staal, hè. Brongeluk. Er is iets, als het wegvalt,
als de rugzak leeg komt, als het verhaal minder zwaar weegt, als je dus minder de schijn moet ophouden. Het brongeluk is een voeling, ergens voelt je dat er is iets dat levendiger wordt. Er is gewoon meer energie waarschijnlijk in dat lichaam, ook heel dat lichaam, want je beleeft alleen maar het lichaam. Hè? Ja. He, dus dat lichaam beleeft je. En dat geeft dan een soort brongeluk. Maar het is niet, dat brongeluk, dat is een beleving. Hè? Want we gaan er iets bij voorstellen. Het is nog altijd een beleving die gekend wordt. En die is dus niet, de film doet dus nog altijd verhalen. Dus je krijgt dat met woorden niet uitgelegd. Nee. Je verwijst, maar dan nog. Ja, toch voel je er, voel ik er wel iets bij wat je ermee bedoelt. Ja, ja. Iets grenzeloos. Ja. Wat nergens van afhangt. Ja. En je herkent, dat is het mooie eigenlijk ook wel, hè, van uw vijanden zijn uw vijanden niet. Dus al hetgeen wat dat zich dualistisch vertoont, laat zeggen, emoties, hè, want dat is, er is iets dat ik niet wil, of ik wil iets dat er niet is, dat al gedaan. Dat geeft nu juist eigenlijk een aanleiding, een verwijzing naar die kennende kant. Dus elke film maakt duidelijk dat er een filmdoek is. Ja. Maar als er geen verhaal is, is die filmdoek er ook. Droomloze slapen, of hoe dat je het wilt noemen. Dus de film maakt heel duidelijk dat er ook die andere kant is. Maar de meesten gaan gewoon niet helemaal op in de film. En ik vroeger ook zo, hè, als competitiemanneke. Dan gaan we helemaal in overwinnen aan de gekende kant. Hè. Dus, maar dan merk je van, hey, er zijn schijnbaar twee werelden die eigenlijk samen, zonder film, nooit een idee van een filmdoek, zonder filmdoek kan er geen film getoond worden. Dus dat is die uitspraak, uw vijanden zijn uw vijanden niet. Hoor. Daarom, maar Odysseus zet dat in het begin ook niet door. Hè. Maar als hij thuis komt, begint hij met door te hebben. Ja. Oké. En dan wordt hem aandachtiger, wordt hem observerender. Ja. Dan is strijd. Ik heb aan je lippen gehangen de afgelopen drie kwartier. Voor mensen die meer van jou willen zien of horen, er zijn dus twee boeken. Dood van een therapeut is de eerste. Die vertelde nog, dat had je helemaal getypt en toen druk je op een knop en... Alles weg. Ben je gewoon helemaal opnieuw moeten beginnen? Ja, ja. En hoe ging dat? Ik had zoiets van, kijk, als het echt uit het hart geschreven is, als ik dan maar zeggen, ja, dan moet het er wel uitkomen. Ja. En als het niet is, dan had ik zoiets van, ja, dan is het gewoon citaten dat je ergens zit en je mag er een ding van gezegd van, wat heb ik gedaan? Dus dat kwam er eigenlijk ook weer terug vlot uit. Oké. Okay. Ja. Het tweede boek heet Dans Jezelf. Ze zijn allebei in Nederland dan nog bij bol.com en in België waarschijnlijk ook bij bol.com te bestellen. Ja, denk het. En waar, als mensen één op één met jou willen spreken, kan dat? Ja. Dan moeten ze naar... Huis van de Menslommel. En spreek je ook in het openbaar hierover? Geef je wel eens... Ja, als er een vraag is, doe ik het. Ja. En ik wil ook alleen maar... Ik bedoel, ik wil het ook laagdrempelig houden, hè, in de zin van, ik wil gewoon de vervoerskosten. Maar het is gewoon een passie van de hoofd. Ja. Maar veel gevraagd wordt lukt niet. Nee. Nou, misschien. I don't know. We zullen zien. We zullen zien hoe de dans zich verder ontvouwt. Ja. Luc, dankjewel. Graag gedaan.